Ik ben Joyce en ik werk bij Randstad Kinderopvang als recruiter. Kennismakingstraject ziet er als volgt uit. Na een aantal sollicitatiegesprekken ga je meewerken op een groep in de kinderopvang. Dat kan zijn met kinderen van 4 tot 12 jaar, dus dat noemen ze de BSO. Of je gaat werken met de kleintjes van 0 tot 4 jaar. In overleg met jou kijken we hoeveel dagen jij kunt meewerken op de groep. Alle uren die je werkt, krijg je betaald. Met dat werken leer je natuurlijk heel erg veel, maar daarnaast krijg je van ons ook een aantal gastlessen aangeboden. En op de werkvloer krijg je begeleiding van een medewerker en Randstad begeleidt je ook. Zo kun je altijd je vragen stellen en je ervaringen met iemand delen. Na de kennismaking gaan we samen kijken welke opleiding bij jou past, zodat jij je diploma kunt halen tot pedagogisch medewerker. Het duurt ongeveer 4 maanden. Je kunt deelnemen aan dit traject als je een mbo 3 of 4 opleiding hebt afgerond of een propeduize van een hbo of wo studie hebt gehaald. Als je een mbo 2 diploma hebt of geen diploma, dan kun je bij ons een toets maken waarmee je denkwerkniveau aan kunt tonen. Je Nederlands is goed op 3F niveau. Je kunt duidelijk vertellen waarom jij in de kinderopvang wil werken. Daarnaast kun je het werken en het leren in de kinderopvang goed combineren met je thuissituatie. Je kunt werken tussen 8:30 en 6:30 s'avonds. En je kunt goed samenwerken in een team. Na de eerste kennismaking van 4 maanden ga je 1 dag in de week naar school en blijf je werken in de kinderopvang. Alle uren die je werkt krijg je betaald, de schoolkosten krijg je vergoed en je krijgt een vast dienstverband bij de kinderopvang. Een mooie manier om je diploma tot pedagogisch medewerker te halen, toch? De functie van pedagogisch medewerker is eigenlijk heel afwisselend. Je zorgt namelijk voor de kinderen op alle gebieden. Bij de jonge kinderen zorg je natuurlijk dat ze een natje en een droogje krijgen, dat ze op tijd gaan slapen, dat ze verschoond worden. Maar er is meer, want je zorgt voor de kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Je zorgt dat ze uitdagende activiteiten gaan doen en dat ze alles leren op motoriek, voorlezen, noem maar op. Bij de kinderen van 4 tot 12 zorg je voor de uitdagende activiteiten. Je gaat naar buiten, je gaat sporten, kunst, cultuur, dans, noem maar op. Dus een baan in de kinderopvang is heel afwisselend en heel creatief. Voor al deze mensen die de overstap willen maken naar de kinderopvang, is dit dé ideale manier om kennis te maken met de kinderopvang. Je krijgt namelijk een betaalde baan en deze mensen gaan zowel werken als leren tegelijk om een diploma te halen. Daarnaast heb je na 4 maanden ook uitzicht op een vaste baan in de kinderopvang. Hoe mooi is dat? Je hebt werktijden tussen 8:30 en 6:30. Daarnaast krijgen ze begeleiding, zowel van Randstad als ook van de mensen op de werkvloer. Dus je kunt altijd terecht bij iemand om je vragen te stellen en je ervaringen te delen. Kom nu werken in de kinderopvang. Randstad, dat werkt beter.